Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Koken met Kim. Wat gaan we vandaag maken? We gaan eigenlijk een kippenstoofpotje maken. Het is zoal wat van dat lekker winters weer. Dus daar hoort ook wat winters eten bij. Ja? Het is eigenlijk super simpel, zoals we meestal proberen te doen uiteraard. Het enige voorbereidende werk dat ik al wel gisteren zelfs heb gedaan, ik ga het even laten zien, is ik heb een hele kip afgekookt. En al die kip gepluist. Dat we het subiet eigenlijk dat niet meer hoeven te doen en dat we direct aan de slag kunnen gaan. Dus dat kun je perfect ook gewoon een dagje op voorhand doen en in de ijskast zetten. Voilà. Dus wij gaan van start gaan nu met eerst al onze groenten en patatjes te schillen. En in stukjes te doen en dan gaan we dat aanstoven. Ja? Dus ik begin eigenlijk meestal met gewoon al een klein beetje olijfolie hierin te doen. Dat is bijna het einde van de fles. Voilà, dan kan ik gewoon die ajuin daar subiet al in doen. Ja. Ik had ondertussen, als ik het laatste aan het snijden was, toch al even mijn vuur opgezet met de ui. Dat die al kon warm worden, dat we geen tijd verliezen. En het enige wat we nu gaan doen, is al die groentjes, patatjes. Dus ik heb selder, ik heb pastinaak, wortel en aardappelen. En dan ons uitje hier, dat gaan we zometeen even 5 minuutjes kort aanstoven. Oké, ik hoor mijn ajuintje al wat sizzelen, dus dat is goed. Voilà. Dus dat wil zeggen dat ons vuur warm is en dat we alles kunnen toevoegen. Ja. Een pot vol groenten, ideaal. Voilà, even doorroeren. Nu gaan we deze even 5 minuutjes laten aanstoven. Tijdens dat dit aan het stoven is, ga ik alvast mijn look pellen en dan kan die er subiet ook nog bij. Ik ben echt geen held in look pellen. Dat hè? Okay, ik krijg hier live tips van een Brent, dus we gaan dat een keer toepassen. Okay, het werkt.
Wat? Wie had dat ooit gedacht? Hè? Dat we tips, goede tips, kooktips van een Brent. Eens even roeren. Okay. Ik ga al heel eventjes klaarnemen. Deze is kippenbouillon, maar dit is eentje van een Albert Heijn en best wel een goed merk. Er zitten geen toegevoegde suikers in, enkel en alleen groenten en kippenbeenderen. Dus dat is een heel goed alternatief als je zelf geen tijd hebt om je kippenbouillon te maken, want daar zijn we toch al snel een achttal uurtjes mee bezig om dat te laten pruttelen. Dus dan is dit zeker een heel goed alternatief om een gezonde kippenbouillon te hebben. Ja? Dus die gaan we subiet gebruiken. Oké. Eventjes aan de kant. Wat gaan we nu doen? Ik ga mijn look persen en daarbij in doen. Alles ermee in zicht. Dan gaan we daar nog enkele tijmtakjes bij doen. Voilà. Dan heb ik nog verse oregano. Allee, gedroogde oregano. Met dank aan Lorenzo, echt vers van Italië. Hop. Doen we daar een beetje bij. Peperzout. En natuurlijk ook kurkuma. Want dat is een heel goede ontstekingsremmend kruid. Dus een ideaal op deze moment voor de gezondheid. Even alles doorroeren. Hij riekt hier al geweldig goed. Nee. Oké. Oh. Wat gaan we nu doen? Onze bouillon erbij doen. Eventjes aan de kant. Nu gaan we dit gewoon terug even aan de kook brengen. Voilà. We doen vuur een klein beetje hoger. En dan gaan we ons dekseltje daarop zetten. En dan gaan we dat nog laten sudderen een vijftiental minuutjes. Ja. Voilà. Oké. En dan gaan we al even een keer wat opkuisen, terwijl deze aan het sudderen is. Oké, we zijn een kwartiertje verder. Ik heb hier kokosmelk staan, romige kokosmelk. Deze is ook gewoon van Albert Heijn eentje. Dit is het oorspronkelijke... Dit is het oorspronkelijke recept met kokosmelk, maar... Even goed, maar dan kun je dat ook met gewone room doen. Met gewone room is absoluut ook eens een keer niks mis mee om dat te doen. Maar als je lactosevrije versie wilt, dan moet je voor deze gaan. Ja.
Dat riekt hier al geweldig. Goed. Voilà. Heel even een keer doorroeren. Zo. Ik ga er nog eentje bij doen. Voilà, ik heb ongeveer nog een halfje erbij gedaan. Dus dat zal een 300 milliliter zijn. Ja. Zo. Wat we nu gaan doen, is eigenlijk dit nog eens 10 minuutjes laten sudderen. En dan gaan we als laatste de kip toevoegen. Yep. Oké, deze heeft nu weer 10 minuutjes gesudderd met onze kokosmelk. Dan gaan we als laatste onze kip toevoegen. Dus die gaan we er nog heel even gewoon bij doen om daarmee in op te warmen. Dit is nu een optie met vlees, mama, maar ik ga zeggen, zonder kip is dit ook gewoon een heerlijk receptje. Daar zitten voldoende groenten in, een patatje, die vetten van de kokosmelk. Dus dat kan perfect ook gewoon op zichzelf een vegetarisch gerecht zijn. Natuurlijk zou ik iets minder vloeistof toevoegen, iets minder bouillon en kokosmelk, want anders gaat het heel veel vloeistof zijn in verhouding met de rest. Doordat we de kip toevoegen, brengt dat dat iets meer in verhouding hier bij dit recept. Ja. Voilà, dus dit is klaar om te serveren. Ik ga gewoon mijn potje erbij pakken. In zo'n gezellige soepkom gaan we een schepje pakken. En dan werk ik gewoon nog graag af met een klein beetje verse peterselie. Voilà. En dat was weer wel voor vandaag. Dus een heel gezellig receptje tijdens die koude dagen. En eigenlijk ook best wel een gemakkelijk receptje. Smakelijk en tot de volgende keer.